Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik hiervoor heb ik verzorgende verpleegkundige en SPW heb gedaan. En ik heb al 3 jaar dus reuma en ik kan die werk niet meer doen. Dus ik kijk naar mijn toekomst en ik denk dat ik via een BML op een goede werkveld kan komen waardoor ik kan blijven werken. Ik heb bijvoorbeeld scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Dat is echt bij mij ongeveer 10 jaar geleden dat ik dat heb gehad. En dus dat wordt echt dingen die ik echt weer op moet helderen. En ja, dus het is echt pittig. Er zijn stoffen die sommige stoffen heb ik even nooit gehad. Dus daar moet ik echt voor blokken. Zo heb ik naar mezelf leren kijken van hoe sta ik voor iets. En wat zijn mijn terugvallen. En wat ga ik daaraan doen om dat te overwinnen. Zo verwacht ik van mezelf dat ik alles wat ik moet behalen, wel behaald heb. En dat ik dan misschien eindelijk wat relaxer kan doen. Ik moet aan alles denken. En want net zoals we bij Ithaca hadden gehad met onze summer school hebben van heb je twijfels? En toen dat moment had ik geen twijfels. En nu komen die twijfels wel langzaam opstapelen. Ja. Ze is echt mijn maatje. Ik kan het alles met haar bespreken en... weet dat? Wij hebben heel veel dingen gemeen, waardoor als zij iets tegen mij zegt van dit en dat, heb ik zoiets van, oh ja, dat zie ik bij mezelf ook voor. En aangezien zij al wel een vooropleiding als chemie heb gekregen, steunt ze me daar ook in. Dus we zijn echt onafscheidelijk.